Vandaag gaat de Paalse Plasloop door in het domein De Paalse Plas. Dit is de tweede editie. Vorig jaar hadden we 159 deelnemers. Vandaag hebben we er 173 en hopelijk volgend jaar nog meer. Je kan hier 1 of 2 rondjes rond de plas lopen, 5 of 10 kilometer, in het prachtig decor van Domein Paalse Plas. Het domein Paalse Plas is van de gemeente. Het beheer gebeurt door de VZW Sport en Recreatie en ook een deel door Toerisme Beringen. Ik hoop dat veel mensen die vandaag hier een rondje hebben gelopen, terugkomen, want het is een prachtig domein en binnenkort kan je hier ook zwemmen. Maar Mirabella, dat is wel een hele mooie naam. Ja, mijn mama zei dat ook altijd. Het is vandaag de eerste speelpleindag van Hupsakeloop Beringen en we staan in het Mijnstadion in Beringencentrum. Het is een speelpleindag, dus voor kinderen van 3 tot 15 jaar en we doen allemaal spelletjes. Het is 5 minuten per leeftijdscategorie. We spelen vooral spelletjes en we werken ook heel vaak een themadag. Spelletjes, vooral zo estafetten, zingen, dansen, eend in het gans. Van alle spelletjes, ook naar de leeftijd aangepast eigenlijk. Kinderen van 3 jaar tot 15 jaar mogen ze naar hier komen. Ze worden in groepen verdeeld naar hun leeftijd, dus de spelletjes worden ook aangepast en ze kunnen elke dag komen inschrijven en het kost 1 euro. De ouders kunnen terecht bij de jeugddienst van Beringen voor meer informatie over ons speelplein.